gezien het nieuws vanochtend. Heeft Geert Wilders gevaar gelopen? Voor zover wij nu kunnen vaststellen is dat niet het geval. En wij vinden dit natuurlijk afschuwelijk. Dit treft iedere politieman recht in het hart. Maar belangrijker is nog dat de te beveiligen personen, de mensen die we beveiligen, dat die veilig zijn. En daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt om dat vast en veilig te stellen. Kunt u al iets meer zeggen over wat de verdenking is? Nou, die verdenking is natuurlijk het lekken van informatie. De politie is een grote informatiefabriek die helaas in de belangstelling staat van velen, ook van criminelen. En we moeten uitsluiten dat dat heeft geleid tot een risico voor de mensen die wij beveiligen. Is er daadwerkelijk naar criminelen gelekt? Kunt u iets meer vertellen over naar wie er gelekt is? Nou, dat is ontzettend moeilijk nu vast te stellen. Want als er ook maar iets van blijkt, dan nemen wij meteen actie. Dat is afgelopen maandag gebeurd. En dan is alle energie erop gericht om te kijken of die over informatie beschikte en aan wie die heeft gelekt. En dat vindt op dit moment plaats. Wat voor groepen kunnen er belang bij hebben bij dit soort informatie? Allerlei groepen. In zijn algemeenheid beschikt de politie over veel informatie. We zijn natuurlijk een grote informatiefabriek. En dat kan met te beveiligen personen te maken hebben, maar ook met hele andere kwesties. Met criminelen die gewoon geïnteresseerd zijn wat die politie aan het doen is. Die dienst bewaken en beveiligen is eerder het nieuws geweest. Er was er interne onrust. Wat doet dit nieuws nou daar met dat team wat Wilders moet beveiligen, maar ook en andere teams van DBB? Ja, dat slaat natuurlijk in als een bom. Dit vinden politiemensen verschrikkelijk. En die krabben nog even achter hun oor. Want een paar dagen geleden zaten ze nog naast deze collega. En collegialiteit is binnen de politie ongelooflijk belangrijk. En dit wordt gezien als een enorme aantasting van die collegialiteit.